Yo, ik ben Rick en welkom terug bij Hoe werkt Redstone? In de vorige aflevering zijn wij bezig geweest met hele basis, hele eenvoudige vormen van Redstone. En dat is natuurlijk prima, want dat is waar we beginnen. Het is ook een introductie in Redstone, echt voor starters. En we zijn bezig geweest met gewoon wat basiselementen, dubbele deuren, pistondeuren. Dat is allemaal leuk en aardig, maar ja, weet je, we zijn dus bezig geweest met deze dubbele pistondeur. En het is leuk, hij werkt, hij gaat open. Hij gaat ook weer dicht, maar dit ziet er niet uit. Dat is wel een probleem natuurlijk. En nog een probleem, en dat is echt een functioneel ding. Kijk, stel we gaan er hier doorheen en dat is helemaal goed. En we zijn nu binnen, weet je wel, of binnen ons huis. We kunnen nu niet meer naar buiten. Dat is onhandig. Dus wat we vandaag gaan doen is we gaan dat fixen. En tegelijkertijd gaan we er ook voor zorgen dat dit er wat beter uitziet. Dat dit verstopt is, want dat is natuurlijk ook heel fijn. Dat het wat compacter is, dat we heel veel hiervan buiten zicht gaan opstellen. En op die manier ziet je redstone er ook gewoon beter uit. We beginnen met een nieuw blok. En dit nieuwe blok wat ik je vandaag ga laten zien is de redstone lamp. Dus deze redstone lamp is gebaseerd op glowstone. En misschien weet je wel als je dit spel speelt, dit is een lichtbron. Vind je in de Nether. En als je daar dus 4 redstone dust omheen doet, krijg je dus die redstone lamp. Dus dat is fijn, die gaan we lekker meepakken. Het fijne aan deze blok, we kunnen het wel even laten zien. Als je die een signaal geeft, dan gaat die dus aan. Dus dat is heel grappig, we kunnen die natuurlijk neerzetten waar we willen. Deze blok heeft natuurlijk een stroompje, dat komt hierdoor. En daardoor staat deze redstone fakkel uit. Dus als je kan zien, als we hem aan en uitzetten. Wel grappig, het gaat dus natuurlijk nu om de beurten, aangezien dit een inverter is, dus dat is ja, wel geinig om te zien. En nog een dingetje met die redstone fakkel. Zo'n redstone fakkel kan een blok boven hem ook een signaal geven. Dus nou ja, we hebben hier dus die blok met die redstone fakkel erop, mijn redstone torch. Als we hier bovenop een blok plaatsen, ja, dan lijkt het alsof er niet zoveel kan, weet je wel. Er zit natuurlijk geen verbinding tussen deze fakkel en deze blok. Maar als we dan deze redstone lamp erop doen, zoals je kan zien, er zit wel stroom in die blok. En dat is natuurlijk hartstikke fijn. Kunnen we natuurlijk ook een leuk iets mee. Wat je dan bijvoorbeeld kan doen, een soort van liftje bouwen. Dus zoals je kan zien, dit is natuurlijk hoe fakkels werken. Deze heeft een stroompje, dus deze heeft dat niet. Dus deze heeft dat wel. Weet je wel, dat gaat de hele tijd om en om. Als we dan deze uitzetten, dan gaat die aan en dan gaat die uit. De bovenste, zie je dat? Dus dat is wel heel grappig hoe dat werkt. Dit is een principe wat we vandaag gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat deze dubbele pistondeur er beter uit gaat zien. Dus laten we de deur zoals we hem daar hebben hier ook bouwen. Dus we hebben hier pistons en dan komt hier dus het blok. We gaan er even een ander soort blok voor gebruiken. Laten we dit gele blok hier verpakken. En dan moeten we deze twee even een stroompje geven. Nou ja, en dan is dit natuurlijk hoe die eruit ziet als de deur dicht is. Dus dat gaan we aan de andere kant precies net zo doen. Hier moet de blok komen, hier moet die uittrekken. Of uitduwen en dan komt daar de piston en dan doen we hier zo precies hetzelfde. En als het goed is, dan hop, hop, hop en hop. Kijk eens aan, hebben we hier de pistondeur net zoals dat we die daar hebben. We doen met deze blauwe blokken hier zo even dit zo een klein beetje verstoppen. Zodat we niet kunnen zien wat hierachter gebeurt. Het idee is natuurlijk dat we hier zo dan pressure plates gaan doen. Daar lopen we overheen. En als we daar overheen lopen, dan gaan die gele blokken aan de kant en dan kunnen we doorlopen. Dat is natuurlijk wat we uiteindelijk willen. En eigenlijk willen we aan de andere kant precies hetzelfde. Dat als we aan de andere kant er doorheen willen, dat dat ook kan. Dus wat we gaan doen is, we gaan hier even ruimte maken om ervoor te zorgen dat we ja, goed kunnen zien wat we aan het doen zijn. Maar ook zodat ik je kan laten zien wat de redstone uiteindelijk gaat worden. Dat is natuurlijk wel goed om te weten. Nou, we hebben hier aan allebei de kanten lekker veel ruimte, dus dat is fijn. We gaan dus voor aan deze kant even dit blokje pakken, zodat we lekker groot contrast kunnen maken natuurlijk. En dan wat we gaan doen is we gaan hier zo de pressure plates doen. Dus het idee is dat we hier overheen lopen, de deuren gaan open en dan kunnen we doorheen. Nou ja, dat is natuurlijk nog niet wat er aan de hand is, maar dat is prima. Dus wat deze pressure plates kunnen doen is die maken een signaal als je er overheen loopt. En die gaan dit blok in. En dat blok, dat signaal dat gaat eigenlijk een soort van door het blok heen naar het blok wat eronder is. Dus dat kunnen we wel even laten zien. Met de lamp natuurlijk. Als wij hier overheen lopen, poep, dan gaat het lampje aan. En dat betekent dat er een signaal komt vanuit deze pressure plate als we er overheen lopen. En dat is iets wat we gaan gebruiken om ervoor te zorgen dat die deuren open gaan. Nou, wat we dus aan deze kant hier zo hebben, is we hebben deze inverter. Wat betekent natuurlijk dat als we hier geen signaal doorheen sturen, dat hier wel een signaal uitkomt. En andersom ook, dat als hier wel een signaal doorheen komt, dat hier geen signaal uitkomt. Dat zorgt er natuurlijk voor dat die pistons doen wat wij willen.
Als we er niet op staan, dan geeft dit niet een signaal, krijgt dat wel een signaal. En daardoor staan de pistons uit en dan staat de deur dicht. Maar als we hier dus wel een signaal doorheen gooien, gaat hier het signaal uit, gaan de pistons weer terug en dan kunnen we er doorheen lopen. Dat is natuurlijk wat we willen. Als we dus deze fakkel hier even weghalen, is dat natuurlijk ook iets wat we hier moeten hebben. Ook hier moeten wij een inverter hebben. Nou, wat we dan kunnen doen, is we kunnen dit principe met dat liftje, kunnen we dus ook hier gebruiken. Dus wat we gaan doen, is we gaan dat liftje ook hier zo maken. Wat je altijd moet doen bij zo'n dubbele pistendeur, is altijd de bovenste een signaaltje geven. Dus dat als we dat op deze manier proberen, nou, dan kan je wel zien, deze blok krijgt nu een stroompje. En dat stroompje gaat dan naar deze piston en naar de piston daaronder. We kunnen aan deze kant wel even proberen om het andersom te doen. Dat zou dan betekenen dat als we hier naar dat onderste blok, naar de onderste piston een signaal sturen, dan krijgen we alleen dat de onderste piston uitgaat. Nou, dat is natuurlijk niet wat we willen. We willen dat ze allebei uitgaan. Dus deze moet eentje omhoog. Dus dat die net zoals bij de andere kant zo een signaal geeft. Hoppa. Nou, dat is supergoed. Dat is precies wat we willen. En nou moeten we ervoor zorgen dat deze hier zo naar dit blokje hier zo gaat. Nou, dat is op zich dat niet zo moeilijk. We kunnen dat op meerdere manieren doen. Dus wat we hier zo doen is we maken een trappetje. En dat trappetje. En op dat trappetje doen we zo die redstone dust. Dus die redstone die gaat zo van de pressure plate, als we erop staan, zo door dit signaal heen, gaat zo dit blok in. Dit blok zet vervolgens deze redstone torch uit. Wat er dan weer voor zorgt dat deze pistons naar binnen gaan, waardoor de deur open gaat. Nou, we kunnen dat wel heel even testen. Als we hier overheen lopen, dan zou, als het goed is, deze open moeten gaan. Kijk eens aan, dat is echt perfect. Dus dat gaan we precies hetzelfde aan de andere kant maken. Zo, zo. Zo en zo. En dan kunnen we het nog wel een keertje testen. Als we hier overheen lopen, dan gaat hij open. Inderdaad, geniaal. Dit is echt top. Het is natuurlijk precies wat we willen. Ook als we er op één van de twee gaan staan, dan werkt hij. Dus dat is echt perfect. Nou, wat we nu kunnen doen is eigenlijk dit copy-pasten naar de andere kant toe. Dus wat we doen is we pakken deze lichtblauwe blokken. En daar maken we even dit pad van zo. Ik gebruik expres blokken die heel erg opvallen of heel erg losstaan van de componenten die je moet weten. Dus deze ijzerblokken, dat zijn de redstone componenten. En deze blauwe blokken, dat zijn dan je bouwblokken. Dus hier kan je een huisje bouwen of hier kan je gewoon je pad hebben, weet je wel. Of je vloer van je huis, nou ja, dat is maar net wat je wilt. En die gele blokken, dat zijn de blokken van de deur die dus open en dicht moeten gaan. Dus dat doe ik om ervoor te zorgen dat je een goed idee hebt bij wat welk soort blok moet gaan doen. Dat is eigenlijk het hele idee ervan. Dus zoals ik al zei, we gaan aan deze kant precies hetzelfde maken. Dus hop, 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 hop. Dus ook deze redstone lijn doen wij hier zo doorzetten. En dan hier zo onderdoor. Zo, kijk eens aan. En dan kunnen we het wel even proberen. Ook dit zou moeten werken. Inderdaad. Nou, dat is even fijn. Potverdikkie. Dus ook hier kunnen we zo doorheen. En dan, hij gaat nog wel een keertje open als je er weer overheen loopt natuurlijk. Omdat je hem weer een signaaltje geeft. Maar dit is echt top. Nou, oké. Deze kant laten we open. Wat we aan deze kant kunnen doen, is zoveel mogelijk hiervan gewoon weer lekker wegblokken. Om ervoor te zorgen dat we dit natuurlijk gewoon een beetje gaan verstoppen. En nou is de vraag, oké, wat is dan het limiet, weet je wel? Waar stopt dit? Nou, dat is op zich een goede vraag. Want als we dit hier zo doen. Oh. Als we dit hier zo doen, dan werkt die rechterdeur, of dan werkt de linkerdeur opeens niet meer. Nou, en dat zal ik je even laten zien hoe dat komt. Dat komt hierdoor. Dus we hebben deze blok hier geplaatst, terwijl hier dit redstone trappetje bezig is, weet je wel. Dus wat hier gebeurt, is deze blok die stopt dit signaal van naar boven klimmen. En dat is natuurlijk niet fijn. Dat is niet wat we willen. Dus als we ervoor willen zorgen dat deze blijft werken, dan moeten we dit blok eigenlijk een luchtblok houden. Zodat die redstone gewoon zo omhoog kan. En als we dit zo doen aan beide kanten, dus deze moet dan weg. Dan werkt die deur gewoon alsnog. Nou, en dan zou je hier zo dus een dingetje overheen kunnen bouwen zo. En dan is dit opeens je ingang zo naar binnen. Hoppa. Nou, dat werkt geinig toch? Nou, en dat is eigenlijk de redstone deur, maar dan weggewerkt. Zoals je kan zien, dit is natuurlijk wel een stuk netter. Zeker als we de hele omgeving gewoon ook even strak trekken. Dus nou ja, dan moet dit ook even zo netjes weg. En dan moeten we dit natuurlijk gewoon weer even opvullen zo. En dan ja, heb je niet eens door dat hier iets aan de hand is, weet je wel. Dus dit is super fijn. Deze kant hebben we natuurlijk even opengelaten, zodat je nog kan zien hoe en wat. Maar dit gaat het zijn voor vandaag. Ik hoop dat je wat geleerd hebt. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik zie je de volgende keer weer terug bij Hoe werkt redstone?
Later!